een van de belangrijkste onderwerpen waar we aandacht aan hebben besteed dit jaar zijn de autobranden in de Maanten. Meer dan 20 auto's vlogen in de fik. Dat betekende slapeloze nachten voor de bewoners van de wijk. Caravans, bestelbussen, complete carports en vooral veel auto's gingen afgelopen jaar in vlammen op. Eén of meerdere brandstichters bepaalden een jaar lang de angst in de Maanten. De branden zijn nu al meer dan een jaar aan de gang. In januari en februari gingen er 5 auto's in vlammen op. We lagen lekker te slapen en je wordt door je kinderen wakker gemaakt. Van de deurbel gaat en de telefoon gaat. Je komt beneden en je ziet de brandweer. En ja, je auto is uitgebrand. Ja, wat denk je? Je schrikt. Dus het had hier net zo goed het gebouw over kunnen slaan. Er is niet veel van over, hè? Nee. Ik wou er net nog mee weg. Boodschappen doen, maar helaas. De politie roept mensen op een oogje in het zeil te houden. In juni rukt de brandweer in 1 nacht maar liefst 6 keer uit voor autobranden. In de maanden die erop volgen neemt het aantal autobranden alleen maar toe. Ik ben in mijn pyjama naar beneden gegaan. Ik heb in de keuken nog een brandblusapparaat gepakt. En ik ben naar buiten toe gegaan. Ondertussen was mijn buurman met een brandblusser aan de gang. Maar het ging zo vreselijk snel dat ik eigenlijk niet eens de tijd had om een brandblusser te gebruiken. Want het werd zo'n hitte dat ik maakte gewoon dat ik wegkwam. Ondertussen richten wijkbewoners een burgerwacht op om de pyromaan te kunnen betrappen. De politie pakt begin augustus een man op die verdacht rondloopt als deze bestelbus en caravan totaal uitbranden. Maar de man ontkent en staat de volgende dag weer op straat. In de weken die volgen slaat de pyromaan steeds vaker toe. Wethouder Metz grijpt in en wil parkeercontroleurs en milieuinspecteurs inzetten. Of we die eventueel kunnen inzetten in dit als aanvulling op de politie. Want wat er nu plaatsvindt, dat moet eigenlijk gewoon stoppen. De politie verscherpt het toezicht en eind oktober wordt dezelfde man aangehouden die eerder kort vast zat. Even lijkt de rust weer teruggekeerd. De laatste paar dagen is er niets meer gebeurd. Rara, hoe kan dat? Dus dan hebben ze hem toch? Ja, dat is wel heel toevallig natuurlijk. Dus dan zou je haast wel zeggen dat de politie de juiste daden te pakken heeft. Maar als de man een tijdje vastzit, worden er toch weer branden gesticht. De burgerwacht, die inmiddels weer opgeheven is, kondigt nu aan om samen met de politie toezicht te willen gaan houden in de nacht. Zoals het voorbeeld nu is in Den Haag. Daar gaat de buurbewoner samen met de wijkagenten de straat op in de nachtelijke uren. Ja, om te voorkomen dat er criminaliteit plaatsvindt. En dergelijke initiatief wil ik ook in Apeldoorn wel gaan lanceren. De verdachte zit tot half december vast, maar wordt dan toch weer vrijgelaten omdat er te weinig bewijs is. Hij ontkent in alle toonaarden. Ondertussen vrezen wijkbewoners weer volop voor nieuwe brandstichtingen in de buurt. Na een jaar vol autobranden is de wijk De Maanten weer terug bij af.